Het grootste deel van de 100 miljoen SRD die er staat als ondersteuning voor de urgente aankopen van verbruiksartikelen en medicatie beschikbaar heeft gesteld, gaat naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dit zei gezondheidsminister Amar Ramadin vandaag tegenover journalisten voor aanvang van de ministerraadsvergadering. De bewindsman merkt op dat het traject om de middelen in te zetten vlot verloopt. Kijk, het is makkelijk om te zeggen er zijn tekorten, maar wie moet eigenlijk die informatie aanleveren? Dat zijn de ziekenhuizen zelf. Die moeten aangeven welke verbruiksartikelen, welke medicamenten in elk geval dringend aangekocht moeten worden. Dus dat traject is ook besproken met de ziekenhuizen. Intussen hebben we een aantal ziekenhuizen al wat overzichten gehad en doorgeleid naar financiën om dit betaalbaar te stellen. En dat traject loopt. En natuurlijk, er was een issue over natuurlijk de openstaande schulden, want wanneer u levert voor iemand en u moet nog betaald worden en ik kom plotseling met geld en ik zeg van ik wil nieuwe aankopen doen en die zeg ik echt betalen, dan gaat u me zeggen van nee, maar wat about die andere rekeningen? Dus we zijn ook daarmee geconfronteerd en dat is een uitdaging voor veel ziekenhuizen. Maar in elk geval moet ik zeggen dat de instellingen op basis van hun scope, op basis van hun rol in de zorg, ook een bepaald percentage van het bedrag geallokeerd zijn. Ramadin wijst erop dat bij aanbestedingen wordt gekeken naar het belang van de desbetreffende organisatie. Hij stelt dat de 100 miljoen SRD sinds september goedgekeurd is door de regering. Het AZP als grootste ziekenhuis heeft ook het meeste geld gehad. Het BGVS als belangrijkste importeur van medicamenten heeft meer geld gehad, snap je? Maar we kijken dus naar het belang van het ziekenhuis in de huisartsenposten, maar ook de bloedbank. Verschillende instellingen zijn geallockeerd waaruit ze mochten trekken. Dus dat traject loopt wel. En ik denk dat de eerste betalingen naar leveranciers nog in december zullen plaatsvinden. Over de COVID-situatie zegt de minister dat de gemeenschap nog steeds verantwoordelijkheid moet tonen. Volgens hem mag niet worden vergeten dat de COVID-pandemie nog slachtoffers maakt. Hij hoopt dat de samenleving na de feestdagen niet opnieuw met vele gevallen van besmetting geconfronteerd raakt.